Vandaag in Via Cultura Magazine. Blikken zonder blozen, Oscar Bakker. Autisme Experience met Anne Brouwer. En tot slot Boom op de Brug met Yvonne van Huygenvoort. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Oscar Bakker. Ik woon in Dordrecht. Ik ben 61 jaar en leef een aantal jaren van een bijstandsuitkering. Ik woon bijna 10 jaar in dit huisje en voordat ik dit huisje kreeg ben ik een periode dakloos geweest. En omdat ik nergens sociaal of economisch gebonden was, ik ben ooit geboren in Sliedrecht, moest ik me melden in Dordrecht bij de sociale dienst. Ik heb in 20 jaar 7 functies gehad bij de ABN AMRO. Ik ben verhuisd naar Amsterdam, het hoofdkantoor. En daar is het ook een beetje misgegaan met mij. En dat heeft toch geleid tot een scheiding. Dat leidt tot enorme stress. Toen heb ik besloten weg te gaan. Nee, je hebt geen huis, je hebt niks. Ik had best wel geld op zak. 2 jaar van mijn eigen geld geleefd. Totdat het op was. Ik heb 3 broers en 3 zussen. Ik ben gebrouilleerd met mijn familie. Dus die zie ik al tientallen jaren niet meer. Dat is soms lastig om daarover te praten. Soms ook niet. Het is ook een bewuste keuze van mijn kant. Armoede ingaan is het grootste probleem. In armoede leven, daar valt mee te dealen in mijn optiek. Ik schaam me er ook niet voor. Ik denk dat dat al heel belangrijk is. Ik heb weinig geld en ik schaam me er niet voor. Mijn hoogste inkomen was 100.000 gulden in het jaar dat de euro werd ingevoerd. En het is ook het jaar dat ik ontslag nam bij de ABN AMRO. Dus ik heb tot januari 2002 bij de ABN AMRO gewerkt. Stress in het gezin heb ik nooit ervaren. In de zin van, er was wel stress. Ik heb een kind met problemen. Eentje. Maar gingen wij in mijn optiek, zowel mijn ex als ik, gingen daar heel positief mee om. Nee, de scheiding was ook voor mij een donderslag bij helder hemel. Ik was ook gelijk van slag. En ik denk dat het altijd zo gaat. Eén van de twee is daarmee bezig. De andere totaal niet. Die wordt daarmee geconfronteerd. Soms is dat de vrouw, soms is dat de man. Ja, en dan moet je dealen met de situatie. En je neemt niet meer de rationele beslissingen. Je neemt emotionele beslissingen. Die soms goed zijn, maar soms ook totaal niet natuurlijk. Toen kreeg ik dus in de gaten, ja, zo werkt het gewoon niet. Je moet door een procedure heen. Ik zal een voorbeeld geven. Toen ik me aanmeldde bij het leger des Zeils, kreeg ik natuurlijk de vraag. En meneer Bakker, wat is uw bankrekening dan? Ik zeg, dat heb ik niet. Nou, dat geloofde ze niet. Heeft u een zorgverzekering? Ja, dat is een jaar vooruit betaald. Dat geloofde ze niet. Heeft u schulden? Ik zeg, ik kan geen schulden hebben, want dan heb je een bankrekening. Als je 1 cent schuld staat op een bankrekening, krijg je hem niet opgezegd. Ik heb geen bankrekening, dus heb ik geen schulden. Maar dat geloofde ze niet. Gebruikt u drugs? Ik zeg, nee, de enige verslaving is roken. Ik rookte toen. Dat tellen we niet, roken toen. Alcohol? Ik zeg, nee, geen probleem mee. Niet met opdrinken, maar ook niet met te veel. Dat is geen probleem. Dat geloven ze niet. Dus je moet door een procedure. Een van de andere grote procedures was dat je moet gaan sparen voor een huur. Had ik ook niet 1, 2, 3 in de gaten natuurlijk. Want dat werkt gewoon hierboven niet. Maar je voelt wel dat je natuurlijk... Niemand gelooft je. Niemand gelooft. Je bent dakloos, dus heb je alcoholprobleem. Dus ben je aan de drugs verslaafd. Dus kan mij het schelen. Smijt je met je... Terwijl... Ik leefde met een Marokkaanse ingenieur. Die was dakloos. Die is 27 jaar in Nederland gewerkt. Gaf 40 man leiding. Dakloos. Maar ze geloven je niet. Dat doet zeer. Dat is deprimerend. Dat is geen perspectief. En toen vertelde een medewerkster van het leger des Zeils laagdrempelige opvang. En toen vertelde ik haar, ik zeg, dit is de hoogste drempel in heel mijn leven. Maar oké, hulp aanvaarden,
Dat is belangrijk, dat is ook lastig, maar je moet. En ik ben toen goed geholpen door... even of niet. Emoties, sorry. Ik ben toen terechtgekomen bij Julius en daar heb ik uitstekende hulp gehad. En dat was de weg omhoog. Met een dakloze uitkering wordt er toch geacht dat je spaart. Want ja, als je een huurhuisje gaat krijgen, dan moet je de huur vooruit betalen. Nou, dat heb ik gedaan. Met die verstande dat ik €100 tekort kan. Toen ik een huisje kreeg aangeboden. Dus dat heb ik toen gemeld bij de verhuurde Trivieren hier in Dordrecht. Want ik €100 te weinig, dan kan je een betalingsregeling treffen. Daar ben ik nog steeds trots op dat ik zei, ik leef nu al zo lang met zo weinig geld. Eind van de maand hebben jullie die €100. Ik hoef geen betalingsregeling. Ik wil geen schulden. Nu, ik ben schuldenvrij in de dakloos geraakt. Snap je? Schuldenvrij. Weg met die schulden. Ik wil het ook niet. Dus ook geen betalingsregeling. Dan maar doorbijten. En toen kreeg ik dit huisje. En geloof het of niet, maar ik heb hier op de beton geslapen. Ik had geen bed, geen vloerbedekking. Het huisje zoals het was, was het en klaar. Ik was super blij. Eindelijk de weg naar boven. En dat perspectief is belangrijk. Perspectief, als je weinig geld hebt of als er geen perspectief is, word je suïcidaal. Dus er moet perspectief zijn. Nou, dat was er. Nou ja, ik leef hier al 10 jaar met plezier. En stap voor stap krijg ik het ingericht. Zonder. Je kan naar de gemeente voor herinrichtingskosten. Maar dan zit je weer met een afbetalingsregeling. Nou, ik wist van mezelf. Ik kan niet tegen schulden. Dus dat wil ik niet. Ik spaar zelf wel. Ik doe het zelf. Linksom of rechtsom. En dan duurt het maar langer. Maar oké, zo ben ik. Zo is niet iedereen. Maar daar staat in de keuken een nieuwe wasmachine. Dus het gaat mij goed. Ik voel me ook niet arm. Het is kiezen. Ik zeg, iedereen mag van mij televisie kijken. Ik heb hem niet. Niet vanwege geloof, maar ik vind het geld niet waard. Ik kies voor geen televisie. Hoef ik niet te sparen voor een tv. Hoef geen abonnementskosten te betalen. Ik ben gestopt met roken. Dat geld spaar ik vooraf. En dan doe ik de dingen die ik leuk vind. Ik heb een krantenabonnement, dat is vrij duur. Maar dat vind ik belangrijk. Ik zeg niet tegen andere mensen, je moet de tv wegdoen. Je moet krantenabonnement hebben. Maar je moet wel leren keuzes maken. En dan kan ik natuurlijk, ik heb geen auto uiteraard. Ja, als ik dat allemaal wil, ja, dan voel ik mij steeds armer. Maar door te zeggen, ik wil dat niet. Stap ik op de fiets en Dordrecht is een prachtige omgeving hier, prachtig fietsen. Ik ben blij dat ik kan fietsen. Dus roeien met de riemen die er wel zijn. En dat is vaak ook tegen jezelf zeggen, oké, dat wel, dat dan maar niet. Als je in de dakloze sfeer terechtkomt, dan hoor je mensen wel eens zeggen, nou, die bestuurders of andere mensen, die zouden zelf daar eens in moeten zitten. Toen heb ik ook wel eens tegen daklozen gezegd, dat is niet waar. Dat helpt niet. Ik kan 4 jaar als student met heel weinig geld leven, want ik studeer aan de universiteit, dat komt wel goed. Dat is je perspectief. Dan zit ik een week in de armoede. Ik weet, over een week ben ik eruit, zegt die televisieprogramma's, dat is waardeloos, dat slaat helemaal nergens op. Het is, ja, je moet ervaringsdeskundige zijn om er iets van in te kunnen leven dat mensen compleet de weg kwijt zijn. Armoede maakt je dommer. Dat is gewoon een feit. We gaan nu door naar Anne Brouwer, Autisme Experience.
Ik denk toch dat het heersende beeld van de buitenwereld echt is. Ja, pas je maar aan. En ik denk dat dat op sociaal gebied bij meisjes meer gebeurt dan bij jongens. Ja, ik ben Anne. Ik ben 34. Nou, het was bij mij eigenlijk wel vrij snel duidelijk op de basisschool al, maar ook thuis al, dat er dingen anders gingen. En in die tijd werd daar geen diagnose aan verbonden, omdat ik daar te goed contact voor maakte. Kijk, thuis, ik kom uit een heel fijn gezin en daar werd ik volledig geaccepteerd. Er waren ook natuurlijk dingen, maar daar werd gewoon goed mee omgegaan. En op school werd mij zo vaak verteld van wat jij doet het niet goed. Ik zat heel vaak in de klas weg te dromen of dierengeluiden te imiteren. Als ze dan zeiden, ga maar aan het werk, dan zei ik weet niet wat ik moet doen, want ik kan natuurlijk helemaal niet op zitten letten. En dan was het vaak, ja dat weet je wel, en ga maar gewoon beginnen. En uiteindelijk werd ik daardoor ook een beetje dwars, van nee, dat ga ik niet doen. En toen zijn ze me straf gaan geven. Ik merkte ook dat doordat ik in een soort rol werd geplaatst door school, van hé, jij bent vervelend en je luistert niet, dat dus ook een beetje werd wie ik was. Middelbare schooltijd, wat het onderwijzend personeel betreft, ging het daar wel. De docenten waren allemaal best wel oké. Die waren ook, die hadden ook wel instructie gekregen hoor, want er was inmiddels wel echt een diagnostisch traject in gang gezet. Ik liep sowieso emotioneel, maar ook fysiek echt enorm achter op mijn klasgenoten. Al die meiden waren al helemaal met make-up en met vriendjes. En ik zat thuis nog met mijn Barbies te spelen. Ik had niet het gevoel van, ik wil net zo zijn zoals zij. Dus ik liet mijn klasgenoten links liggen en zij mij. En dat was niet heel gezellig, maar ik ben gelukkig ook niet gepest. Ik ben toen van 3 HAVO naar 3 MAVO gegaan. Het lukte helemaal niet meer in de derde klas van de HAVO. Mijn cijfers gingen heel snel achteruit. En ik kwam toen ook wel op een punt dat ik het eigenlijk een beetje zat was om ondergesneeuwd te worden. En ik denk dat ik toen een beetje mijn positie als buitenstaander ben gaan cultiveren door ontzettend alternatief te worden. Er waren dus ook wel wat klasgenoten die toen daarbij klikte en toen had ik ineens wel wat aansluiting hier en daar bij de alto's. Daarna ben ik naar het mbo gegaan. En wat ik altijd zeg is, als je wil weten of een school wel of niet functioneert, dan moet je er een autist op zetten, want dan merk je het eerst. Daar merk je het eerst aan. Nou, en dat was ook zo. Dus als er dingen niet klopten, als het rooster steeds veranderde, ja, ik ging daar heel slecht op. Dus ik ging onwijs rebelleren en boos worden en me overal tegenaf zetten. Maar goed, mijn stages waren heel goed. Ik deed de opleiding onderwijsassistent en mijn stages waren geweldig. En die hebben eigenlijk gemaakt dat ik mijn diploma haalde. Want het docententeam had eigenlijk al besloten dat ik beter kon gaan. Toen ben ik eigenlijk gelijk naar het hbo gegaan, naar de Willem de Koning Academie. Ja, je moest sowieso heel veel beeldend werk maken. Maar je moest dan ook nog in het weekend even naar het filmfestival of even naar het museum. En ja, 5 dagen naar school, vanuit Spijkenisse naar Rotterdam met de metro. En dan ook nog 's avonds huiswerk maken. En het was gewoon echt een hele pittige opleiding. Dus daar ging ik echt aan onderdoor. In het tweede jaar van die opleiding kreeg ik dus mijn diagnose autisme. En ik ben toen ook op mezelf gaan wonen. Mijn ouders hadden zoiets van, nou oké, we gaan die kamer voor jou opknappen. En daar ga jij zitten. En ja, als je het moeilijk hebt, kom je lekker een avondje bij ons. En we zien het wel. Nou ja, we zien het wel. Ik stopte met mijn opleiding en woonde ineens niet meer thuis. Ik ben toen ook begonnen met medicatie. En dat herstellen werd een depressie en heel de dag op bed liggen. Van de week kwam hier een meisje kennis maken waarvan ik hoop dat zij mij vanuit de PGB gaat ondersteunen. En ik zat daar zo tegenover haar en we hadden een heel leuk gesprek. En ik zag haar zo kijken en toen zei ik, ja, jij snapt zeker niet waarom ik jou hier uitgenodigd heb. Toen zei ze, nee, ik zie dat helemaal niet aan je.
En ergens is dan een zegen, maar ook een vloek. Dat ik dus de mogelijkheid heb om dat eigenlijk onzichtbaar te maken, ook al is dat ten koste van mezelf, want het kost een hoop energie. Maar aan de andere kant is het dus ook heel lastig, want mensen begrijpen daardoor dus ook vaak weer niet wat er werkelijk lastig is voor je. Kijk, ik werk met jongeren met autisme, dus autisme komt vaak ook in een gesprek naar voren zonder dat degene met wie ik praat weet dat ik het ook heb. Dus die vragen dan, wat doe jij? En dan zeg ik, oh, ik werk met jongeren met autisme. En wanneer zij dan reageren, weten ze niet dat het dan automatisch ook over mij gaat. En dat is wel eigenlijk een beetje, dat is eigenlijk wel leuk. Ik ben dan ook een beetje aan het spioneren. En wat zij dan soms zeggen is van, oh, maar die zijn toch altijd heel slim? Of, oh, die zijn toch altijd in één ding heel goed? Of zo pittig zeg, pittig, want die luisteren zeker niet. Ik heb ook wel eens mensen die heel goed bedoeld zeggen van, oh, maar iedereen heeft toch een beetje autisme? En toen dacht ik, ja, ik hoop het niet voor je. Kijk, mijn sociaal wenselijk gedragen, als ik daar heel veel belang bij heb, bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of een eerste kennismaking, dan weet ik wel dat ik bepaalde dingen beter eventjes achterwege kan laten. En dan denk ik altijd, dan neem ik me altijd voor om die kant van mezelf langzaam te introduceren. Als iemand je uitlegt dat iets lastig is voor diegene, dan is het helemaal niet nodig om daar een mening over te hebben. Laat staan die te uiten naar diegene, want het is niet aan jou. En ja, in dit geval gaat het over autisme, maar ik vind het überhaupt... Kijk, als iemand mij vertelt over een ander soort probleem waar hij mee worstelt, dan weet ik uit eigen ervaring dat diegene niet op mijn mening zit te wachten. Dus dan geef ik die ook niet. En ik denk dat het heel goed is als mensen dat überhaupt niet meer zo heel erg veel doen. Ik denk dat autisme een beetje mijn missie is geworden. Omdat ik weet hoe belangrijk dat is. En omdat ik zelf tegen zo ontzettend veel onwil en onbegrip ben aangelopen, vind ik het heel tof dat als er mensen bij ons in de Brain on Wheels komen die eigenlijk nog maar net in autismeland zijn beland, dat wij ze verhalen kunnen vertellen, tips kunnen geven. En dat je ziet dat mensen daar ontzettend blij mee zijn en dat dat iets voor ze betekent. En ja, klinkt misschien heel cliché, maar ik ben heel blij om dat te kunnen doen, omdat ik dat zelf niet had. Nu, Boom op de Brug met Yvonne van Huygenvoort. Welkom hier op de Bomenbrug in Dordrecht. Ja. Ontzettend leuk dat je wilde komen. Uh-huh. En ik heb natuurlijk die oproep gedaan om gesprek aan te gaan met mensen uit de stad over dingen hergebruiken. Uh-huh. Yvonne, kan jij mij wat meer vertellen over hergebruik? Want je hebt ook bijvoorbeeld een lamp meegenomen. Ja, nou, ben ik heel erg tegen verspilling. Ja. Sowieso wel voedselverspilling of kledingverspilling. En het is voor mij begonnen eigenlijk met gewoon kringloopwinkels aflopen. En daar zie je gewoon zoveel leuke dingen ook. En waarvan je denkt van, nou, dat is toch zonde dat het weggaat. Of, mm-hmm. En zeker van kleding. Ik denk dat dat is prima. Of je vermaakt er iets van. Of weet ik wel wat. Bijna mijn hele kledingkast bestaat uit kringloopkleding. En is dat iets wat je ook al, was dat ook al iets wat je op jonge leeftijd deed? Ik denk dat het ook een klein beetje is van dat we best wel uit een groot familie komen. Dus het was vaak kleding op kleding over kleding, weet je. Dat ken ik. Ja, en ik heb er eigenlijk nooit problemen mee gehad. Zo van, mijn moeder die naaide ook heel veel, die was coupeus ook. Dus die maakte ook veel kleding voor onszelf. En ja, als je het dan vergeleken met... met de winkel
kwaliteit, zeg maar. Dan ja. denk ik van, nou, het is dan toch wel duurzamer om ja. iets goeds te maken. En dan van de goede stof. Ja. Als dat je snel, snel in de winkel koopt. Want het is gewoon een snel, snel consumptie. Van, oh, je ziet wat, dan heb ik een pak. Ja. En ik denk ook, als ik ook nog denk aan landen en de kleertjes die de kleine handjes worden gemaakt. Ja, dan heb ik een beetje dubbel gevoel over. Omdat ik weet dat het, als we dat niet doen, dan hebben ze helemaal niks te eten. En dan ja. is misschien nog iets te eten. Maar ik kan me ook voorstellen dat dan krijg je dus eigenlijk al een heel ander beeld mee als je opgroeit over hergebruik. Ja. Dat ja. klinkt bijna ook vanuit jouw verhaal alsof dat wat toegankelijker wordt om ja. dat mee te nemen. Dat dat ook een prima optie is om te doen. Ja. Ja, zeker. En dan, ja, dan is dit een ander geval is het met mijn eten, mijn eetpatroon. Kijk, ik ga regelmatig bij de Albert Heijn van een soort overblijvers. Ja. To good to go of wat dan ook. Ja. Ja, en dan krijg je, ja, de ene keer is het wel wat, weet je, maar de andere keer heb je voor ja. 40 euro een boodschap ineens in huis. En dan ja. denk ik van, wauw. Ja. En dan ga ik kijken van wat ik daarmee direct kan gebruiken. En welke dingen eventueel kan invriezen. Of waar ik eventueel iets gelijk van iets moet maken en dan invriezen. Ja. Dus en dat vind ik, ik weet niet, ik denk dat dat wel toe bijdraagt aan een betere wereld. Oké. Nou, dat ben ik absoluut met je eens, want ja. We weten allemaal dat voedselverspilling, dat vindt toch vaak nog op grote schaal plaats. Want ja. Het idee wat we mooi vinden in de supermarkt is wat anders. Ja. Als dat, dat waar je gewoon ook hele lekkere dingen van kan ja, maken. Ja. En dan ben ik gewoon heel blij dat er mensen zijn die dat ook gewoon doen. Ja. Want er speelt wel een bewustwordingsproces bij mee. Dat je zegt van, hey, ik moet... Dus wat ik kende is eigenlijk niet zo handig meer om te doen. En dit is beter. Ja. Maar ja. dat moet je wel doen. En willen zien. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen een bepaalde schroom over moeten van iets... Van iets tweedehands of ja. iets wat, wat je zelfs van de straat af, ja. afloopt of struimt. Ja. Om dat te gebruiken, omdat ze er eigenlijk daar een beetje in schamen. Want alles moet in deze maatschappij nieuw en, weet je wel, en eventueel nog duur als kan. Ja. Weet je wel, en dat vind ik zo zonde. Maar betekent ook dat dan dat duur? Want ik moet heel eerlijk zeggen, ik groeide ook op in een groot gezin. Dus dan word je ook hergebruik, opnieuw. En ik had een hele, voor de mensen thuis, ik had ook een hele leuke, handige vader die heel veel dingen kan maken. Dus dan krijg je dat mee. Maar het is wel ook belangrijk dat je dan het doet. Ja. Want inderdaad, dat hoor ik ook in jouw verhaal. Hè? Iets oppakken, dan moet je er wat mee. Kan je me bijvoorbeeld een voorbeeld geven van een product of iets wat je gewoon tegenkwam en zegt van nou, daar ga ik iets moois van maken? Ja, ik was bij een vriend van mij, die zat in een verpleeghuis. En ja. in die verpleeghuis hebben ze dan één keer zoveel tijd een steentje, weet je wel. En daar verkochten ze dus door zijden sjaals, sarongs. Ja. En weet je, mensen hier in Nederland kopen niet zo graag een sarong. En ik denk van, wat zou ik daar nou mee kunnen doen? En daar heb ik dus zelf een jas van gemaakt. Oké. Okay. Dus dat... Dan zeg je, nou, ik ga dat gewoon mee naar huis nemen en ik ga dit doen. Ja. En hoe pak jij dat dan aan? Nou, ik heb wel heel veel hulp gehad van, en dat was toen de tijd nog studiomaatwerk. Ja. En dan was er echt een kleermaakster. Ja. Jij kent haar geloof ik, denk ik, Irene Koenen. Ja. Ja, nou ja, die was onze kleermaakster, je vrouw, zeg maar. En ja. die heeft mij er echt wel bij geholpen om het allemaal, hè, qua stofbelegging. Ja. En er heeft ze me echt wel heel veel bij geholpen. En ik vind het gewoon steeds leuker worden. Ik maak zelfs van de gordijnen, maak ik zelf erin iets. En heb ik een broek gemaakt. Oh, dat is superleuk. Voor de Irene Koenen, die kan ook hele goede, heel mooie kleding maken. En toevallig heb ik samen met Irene ook een keer gezeten en toen hebben ze daarover gesproken. Dus dat is echt, ben je nieuwsgierig naar meer daarover? Ze gaat binnenkort misschien nog een topic ja, om te doen. Ik hoor dus ook uit jouw verhaal dat eigenlijk de toegankelijkheid van mensen om je heen, die andere mensen daarin kunnen helpen, is ook belangrijk. Zeker, ja. Want ik kan me voorstellen dat namelijk ook heel veel mensen wel hergebruik willen, maar het eigenlijk niet kunnen.
te moeilijk vinden of een beetje bang zijn om het op te pakken. Ja, en ik denk dat daar wijk voor wijk, maken en meer. Ja. En Irene gaat trouwens weer met iets beginnen, dus dat is ook heel leuk. Dat is heel leuk om te horen. En dat je daar dan gewoon op ideeën kan komen. Hè? En eventueel ook dat er zelfs opdrachten uit worden gesleept. Ja. Dat ze hebben daar bij wijk voor wijk nu 40 van die grote insectenhuizen gebouwd. Ja. En wat dan ook weer goed voor de natuur is. Ja. Dus, en weer voor een betere wereld. Wat leuk om te horen dat ze daarmee bezig zijn. Ja, ja. En wij zijn dus nu met, want we hebben dus wijk voor wijk, dat is dan echt de houtbewerking en dat soort dingen. En we hebben dus ook inmiddels maken en meer. En dat richt zich meer op. Kijk, we zijn nu met een hele grote poef bezig voor opnames te maken. En gisteren hebben we wel weer opdracht gekregen voor 40 zakjes te maken voor het, hoe heet het, bij het Wijzigpark, dat educatiecentrum. Oh, ja, ja. Van vlaggen. We hebben van iemand een keer 2 kisten vol met de vlaggen van de hele wereld gekregen. En daar gaan dan, worden dan 40 zakken van gemaakt. Oh, maar handtassen. Of een, van die tassen? Ja, waar die ze mee uit kunnen delen als ze dus een milkshake hebben gehad. En als ze dat dan oppakken, wat vind jij leuk om te doen? Ja, ik moet daar nog een heel klein beetje in omschakelen, omdat ik bij Irene veel meer met mijn eigen projecten bezig ben. Ja. En nu had ik echt een beetje, ik stond even een beetje te pruttelen van, ik wil mijn eigen dekbedhoes maken. Ja. En elke stof opkocht. Maar als ik dan even bezig ben en ik zie wat er uitgemaakt kan worden, dan denk ik van ja, dan word ik enthousiast. Ja, dat kan ik me inderdaad heel goed voorstellen. Ja. Maar wat leuk dat die opdracht tussendoor. Ja. En waar zit maken en meer? Het zit op het gebied van de Troelstraweg, waarin volgens mij in een van de pannen van Trivieren beschikbaar is gesteld. Ja. En gezegd van joh, dat moeten jullie lekker gaan doen. En daar kom ik ook soms heel even. En het is echt leuk om te zien wat ze daar allemaal met stoffen doen. En daar worden echt hele leuke dingen gemaakt. Ja. Ben je nieuwsgierig naar meer? Hieronder vind je nog meer informatie hieronder. Via Cultura, mede mogelijk gemaakt door Hans de Bruin, Go Audio.